is dinsdag vandaag. En ik ben gisteren op een redelijk late tijd in bed gegaan. Maar ik ben fris en fruitig wakker nu om 8 uur. En volgens mij heb ik gisteren een spiertje in mijn rug verrekt of zo. Ik denk van sporten, maar die voel ik tussen mijn ribben in. Super vaag. Maar goed, maakt niet uit. Ik merk als ik rechtop sta of zit, dat het dan voel ik het niet. Dus goede reden om rechtop te staan. Ik ga vandaag, heb ik een meeting bij Nuen. En dan, ja, daar moet ik zo heen. Dus ik ga even douchen, dan ga ik terug. Dus ik ga douchen naar die meeting, terug en thuis werken. Ik heb me opgemaakt. Ik heb weer een Soar lipliner op als lipkleur. Helemaal mooi. Echt super lekker weer. De geur die ik vandaag opdoe is Prada Candy. Dit is de look van de dag. Ik heb dit shirt, die heb ik tweedehands gekocht bij de Eihallen ooit. Volgens mij van H&M. Dan heb ik mijn roze jas mee, want het is super lekker weer. Dan zwarte broek, mijn Dior tasje en roze schoenen. Ja. Oké, onderweg naar Nuen. Ik kan het nooit helemaal uitspreken. Maar daar zit het hoofdkantoor van het bedrijf waar ik mijn merchandise shop mee doe. Superleuk. Ik ben in Eindhoven. We hebben uiteindelijk hier afgesproken. Nog dichter bij Taco Bell. Ik heb echt deze mest op. Kijk, hoe het ziet er toch niet uit. Mijn notitieboek. Ugh, nou ja. Ik heb ook geen tas waar die in past. Ik neem gewoon in mijn hand mee. Ik ben in de Bijenkorf geparkeerd. Misschien ga ik nog zo even de Bijenkorf vinden. Maar dan leg ik wel eerst mijn notitieboek hier. Want anders dan gaat dat helemaal mis. Weet ik nu al. Laat ik maar liggen. Ik ben in Eindhoven. Ik heb hier een afspraak. Ik weet alleen niet waar ik moet zijn. Ik ben een beetje verwald. Er staat een vet lange rij met chicks. Ik weet niet waarheen. Ik ben benieuwd waar de rij heen gaat. Hier. I don't know. Maar echt heel lang. Ik heb net een meeting gehad. En wat blijkt. De Taco Bell zit hier 9 minuten loopafstand vandaan. Dus wij gaan even daarheen lopen. Meerdere mensen die naar Taco Bell willen, want ik wil Taco Bell eten. OMG, ik ben bij de Taco Bell, maar er staat echt zo'n lange rij en ik moet weg. Dus ik kom een andere keer wel terug. Oké, ik ben weer in de garage, meeting ging goed. We zijn even naar Taco Bell gegaan, maar het was echt... het was heel druk. Lange rij. Ik dacht, nou ja, ik ga wel volgende keer als het rustiger is. En ik hoorde dat ze echt 20 filialen willen open in Nederland. Dus hell yeah, kom maar door naar Den Haag. Ik kan mijn auto niet vinden, het is weer zover. Dat is wat ik dan vaak doe. Nee, hij staat niet hier. Anders. En dit helpt ook nog wel eens tegen je hoofd aan, hè? Staat hij daar? Oh, crap jongens. Ik weet niet waar die staat. Nou, ik heb hem maar jongens. 20 minuten lopen ongeveer. Wat is jullie tip om je auto terug te vinden op de parkeerplek? Want hier, er hangt hier, vak G. Ja, dit is vak G. Oké, maar vak G is zo groot en ik loop altijd tegen de problemen aan. En het enige wat ik kan doen is gewoon auto open dicht, dan hoor ik hem klikken, klakken. Ik wou dat we net als in Amerika zo'n systeem hadden, dat hij dan eventjes gaat gillen. Maar dat, ja, dat hebben wij hier niet. Maar in Amerika heb je dat, zodat je auto terug kan vinden. Nou, I wish. Heb ik nodig. Ik heb zojuist een euro moeten bijbetalen, omdat ik zo lang op zoek was naar de auto. Ja, ja, that's me. That's me. Wie weet waar ik ben? Ik ben namelijk even een dorpje ingereden om te tanken. Yes, waar ben ik? Waar ben ik? Waar ben ik? Wie herkent het? Ik ben bij de Lidl voor mijn wax. Ik had kwart over vier waxafspraak. Het is 4:05. En ik zou niet meer rijden om eerst naar huis te gaan. Dus ik ben gelijk doorgegaan. Ik ga even zo lekker ik ga me zo laten waxen. En dan gaan we naar huis. Moet ik nog iets hebben hier? Het is echt heel erg leuk. We hebben nu bij de Fred. Dan ga ik weer Fred, Frederik, Hendriklaan, Frederikstraat, weet ik veel. De Fred. In ieder geval bij de Lied, die straat. Echt vet leuk om te winkelen en rond te lopen. Het is ook lekker weer. Moet ik naar de boekhandel gaan? Nee, ik heb... Nee. Ik heb net een nieuw boek. Nee, stop. Stop. Zo naar huis. En we gaan terug naar huis. Zuhause. Ik ben thuis. Hallo. Daar is mijn poepje. Hoi, zeg Joen. Op mijn wang. Hey, lieverd. Ruik je lekker? Thank you. Ja, vind je het lekker? Jij ruikt lekker. Mm-hmm.
ik ga het avondeten maken. Ik ga voor mijn favoriete bonengerecht. En dat is met tomaten en zongedroogde tomaten en witte bonen. Oh, rijst. We hebben nog rijst, denk ik, van gisteren. Not sure. Denk het wel. Jawel. Ik heb eten gemaakt, bonen. En daaronder zit rijst. De restje van gisteren en erop een halve avocado. Modern Family. We hebben net een aantal afleveringen gezien van Modern Family. Van de familie modern. Modern. Dat is een beetje zoals wat wij hebben. En we zitten dus door met Amisanta te appen over chips en zo. Oké. Hoe laat is het? We weten allemaal dat Amisa helemaal fan is van chips. Echt mega. Echt mega. Zij is echt een chips freak. Freak. Oh, ik moet de vlog editen. Dat wilde ik gaan doen. Oké. Weet ik. En hoe laat het is, wil die weten. Hij is leeg. 20:38. Oké. Dan ga ik even de vlog editen voor. Dit super lieve Valentijnsdag cadeau is nu echt aan het inzakken. Kijk, kijk. Hij hangt nu zo hoog. Boe. Boe. Nee, dan moet hij niet meer belt, bro. Ja, nee, wat moet ik doen dan? Hij is echt al helemaal op. Dus ik ga hem denk ik even leegzuigen. Hallo. Oh. Hallo. Nee, dit is niet gezond hoor. Oké, ik ga dat niet doen. Wat gebeurt als ik dit nu in de lucht doe? Hallo. Nee, je hoort niet echt wat, toch? Wat doe je? Nee, hij is op. Hij was nice. Maar dit is op. Hij zie. Oh, oeps. Zie zelfs de lege ballon. Hij is echt. Hij een ballonnen. Van maar niet mega ballon. Jongens, we maken ons een beetje zorgen om deze boom. Buiten deze takken, die we echt moeten gaan wegsnijden. Op jullie aanraden. Lijkt het alsof een soort van. Ja, zal ik die dooie eraf knippen? Maar kijk, dat, er zit een soort van schimmeltje op of zo lijkt het wel. Zullen we het vragen aan, onze hovenier? Die is er net. We hebben binnenkort komen onze palmbomen. Maar ik denk in ieder geval dat ik nu dit ga wegknippen. Ja, omdat dan anders gaat al het water, de energie gaat dan naar die takken, zeg maar. Ja. Dus ja, hier zit het ook. Het is echt heel raar. Terwijl wij doen er niks geks mee of zo. Geef het gewoon water en liefde. Yo, deze hele stam is gewoon. Kijk nou. Dead. Ja, oh, daar gaat hij. Daar gaat hij. Oh, heftig dit. Ja, die moet er maar uit dan, denk ik. Deze meeste energie vreet. Ik maak geen grap, ik trek echt de helft eruit net. Moet je kijken, dit is wat er nu overblijft. Oh. Maar kijk, wat is dit ook? Ik weet niet. Oh. Overleef, overleef. Mooie palmboom. We love you. Ik denk dat het tijd is om deze te gaan indelen. Dus voor de kledingkamer. Alright, dit zijn dus de dingen die ik heb gekocht. Even kijken, ik heb deze, de Cube. Die kan bovenop een pakskast. Die kan bovenop een pakskast. Dit gaat over de hangdelen heen. Allebei eentje. Dan heb ik 3 keer deze doos voor bovenop bij de schoenenkast. Dit. Waar wilde ik dit ook weer laten? Ik had het ergens getekend, maar er zit een logisch systeem in. Deze gaan erop, dat was het. Die gaan erop. Die gaan op de plank, die gaan bovenop de kast. En deze gaan bovenop de 3 losse paksdelen. Of de 3 50 centimeter delen. Ik heb dus deze plank gekocht voor hier. Dit is dus zo'n IKEA schoenenkast. En ja, dit is zeg maar een kleinere, een dunnere pakskast. Dit is de dunnere, dit is de dikkere, dit is bijna 2 keer zo dik. Dit is echt onze schoenenkast. Nou wilde ik op een gegeven moment dit voor hier ook kopen. Nog een setje van 2. Maar ze hebben deze aangepast. Dit heeft een ander soort model nu. Het lijkt of die scheef is. Of ben ik scheef? Nee, hij is slecht. Anyway, dus ik baalde enorm. En toen dacht ik, hé, nee, ik kan hier een plank doen. Zo. En dan daarop nog dozen. Want het is ook niet alsof we heel veel meer nodig hebben. En dan is dit allemaal, ja, wat netter. Dus dat is die plank. Dat ga ik nu even doen.
check even deze Advan. Hier, dit zat zo ingepakt. Dus ik open hem. Wop. En dan... Ik ben echt lekker bezig vandaag, maar niet eens. Zoals jullie zien heb ik een sterk gevoel voor interieurdingen in elkaar zetten. Not. Maar ik kom er wel. Zo. Deze wilde ik dus voor bovenop. Maar eigenlijk is het best wel specifiek met kleine bakjes. Ik wist niet dat het zeg maar zo klein zou zijn. Dat is dan weer het nadeel voor als je het online bestelt. Ik had ook niet echt een idee wat ik hier dan precies in zou doen. Het enige wat ik wist, het past precies bovenop die schoenenkast. Dus ik denk riemen of zo. Weet je, dat soort van die kleine tierenlantijntjes. Dingen zien ze heel veel pakken. Dit is echt super nice eigenlijk dit. Hey. Zou dit wel een beauty la passen? Oeh, volgens mij past het nog ook. Zal ik eens proberen? Kijk wat er gebeurt. Nieuw. Nee. Hij is net te groot. Hier zou dit dus wel moeten passen. Hoppa. Oh, nog ruimte zat. Goh, er is inderdaad veel ruimte over. Ik kan mezelf twee op elkaar. Ik denk dat ze het doen, maar... Oké. Kijk, ik heb nu dit. Twee erop. Eentje voor mij, eentje voor Foef. En dan ga ik die dingen weghalen. Die ga ik er een ander plekje geven, want ik heb dus ook van die dingen voor hierboven. Deze passen echt perfect. Gewoon echt precies goed. Eentje voor mij, eentje voor Foef. Ik denk voor winter-zomerkleding het mixen. Dat ligt nu een beetje op zolder, maar ja, we willen toch graag een kantoor van het zolder maken. Dus nu hebben we iets meer ruimte hier. Dingetjes weg te stoppen. En tot slot hebben we hier. Dit ziet er zo rommelig uit. Dus ik heb ook drie van die kleintjes voor hier. Oké, en nu zijn die drie dingen ook in elkaar gezet. Ik moet ze alleen nog vullen eigenlijk. Het ziet er wel echt vol uit zo. Het is nu wel echt een walk-in closet. En eerst was het meer een kamer met kasten. En nu is het echt een, ja, het is echt een soort van walk-in closet systeem. Ik baal alleen, ja eerlijk, ik vind het irritant dat hier een raam zit. We doen hem nooit open. Het zit alleen maar in de weg. Ik wou dat ik hier nog een kasteel bij kon hebben. En die twee, die had ook wel weggemogen, zeg maar. Dit raam is voldoende. Maar ja, tja, wat doe je eraan, hè? We hebben niet van die Amerikaanse walk-in closet. Die hebben allemaal geen ramen, hè? Dat is dan wel weer zo verstikkend of zo. Zo'n klein kamertje. Maar goed, we offeren gewoon één slaapkamer op ervoor. Hebben jullie allemaal petjes? Die hebben we in één box gedaan, zojuist. En de box gaat nu daarheen. Kijk nou. Petjes. Was dat een soort petje zo? Ja. Dat was zo. Oink, oink. Ja. Petje. Petje, oink. Draag je petjes dan? Nou, die nieuwe draag ik nu vaker. Nee, hoe je je petje deed met je duim. Draag jij de klep omhoog? Oh zo, wil je? Alright, ik ga de vlog afsluiten. Het is volgens mij 12:30, zoiets. Wij gaan lekker slapen. Wel, tjus, bedankt voor het kijken. Tot morgen, bye bye.